Al het onderzoekspersoneel van MSD werd samengebracht in een gymzaal naast het terrein. Bijna iedereen wist dat er slecht nieuws aan kwam, maar toch kwam het enorme aantal van 2175 ontslagen nog keihard aan. Ik ben enorm geschrokken van het nieuws. Ja. 2175, alsof je een bak leeggooit. Dit hadden wij niet verwacht. Nee? Nee. Ik was van het ergste wel uitgegaan, maar in principe had ik toch verwacht dat we door zouden gaan. Dat betekent? Ja, we hebben voor bijna 24 jaar hier gewerkt en dan mag je gaan. Ja. We kunnen ook mee naar Amerika misschien. Ja, hè? We konden ook nog wel. Dat was even een geintje. Misschien konden we wel overplaatsing vragen naar Amerika. Ja, dat is ook nog zoiets. Hè? Ja. En de R&D-afdeling die helemaal verdwijnt. Wat blijft er eigenlijk nog over van de Organon? Niets. Nee, het is gewoon weg. 80 jaar onderzoek verdwenen van de Nederlandse bodem. U bent ook uw baan kwijt? Ja, dat ziet er wel naar uit. Ja. Nog niet. Nog niet, inderdaad. Het duurt nog anderhalf jaar. Hè? Eind 2012 moet alles geëffectueerd zijn. Maar wordt het voor u lastig, heren, om ander werk te vinden? Ja, als je kijkt naar de farma in Nederland, daar is niet veel meer van over. Volgens veel medewerkers blijft van het ooit trotse Organon, met veel onderzoek en ontwikkeling, straks alleen nog maar een pillenfabriek over. Dat zou ik zo niet willen noemen. Kees, wat natuurlijk verschrikkelijk slecht is, is dat we onze onderzoek en ontwikkeling hier kwijtraken. Dat is een beslissing die niets te maken heeft met de kwaliteit van de mensen die hier bij MSD of Organon werken. Dat heeft alles te maken met het feit dat je op nationaal, internationaal niveau zaken gaat samenvoegen. Dus dat is één. Dat vind ik bijzonder belangrijk. Het tweede is, ja, als je praat over het productieproces, dat is een heel ingewikkeld proces. Daar heb je high-tech voor nodig, biotechnologie. Dat zijn hele moeilijke processen. En we zullen dus absoluut hier pillen, maar ook andere activiteiten doen die hoogwaardig kwalitatief zijn en zeer belangrijk voor kennis. Economie. Volgens mij is het heel simpel. Merck haalt er gewoon uit wat ze leuk vinden. MSD. Ja. MSD. In Nederland heet het MSD. Datgene wat ze kunnen gebruiken. De rest wordt gewoon rigoureus buiten de vuilnisbak gezet. En dat R&D ooit gezien zou worden als iets wat je bij de vuilnisbak zet. Ja, dat hadden wij ook niet verwacht. De gemeente Os, de provincie en zelfs minister Van der Hoeven zijn bezorgd over de enorme ontslaggolf bij MSD. Het bedrijf wil praten over de komst van een onderzoekscentrum voor farmacie en innovatie. Maar dat lijkt met dit aantal ontslagen slechts een pleister op de wonden.